Waarom zijn nou juist deze twee paarden uitgekozen voor dit toernooi? Ja, deze zijn speciaal voor het mennen uitgezocht. Andere zijn springpaarden. Of zaken, een paar dressuurpaarden nog bij. En vier menpaarden staan hier. En wat is nou het verschil tussen een spring- en een menpaard? Nou, een springpaard is weer anders gebouwd, zeg maar. Die is gebouwd en gefokt om hoog te kunnen springen. Dat kunnen deze paarden niet. Maar deze zijn weer sterker in de achterhand en wendbaar. En gefokt voor het doel om voor de koets te gebruiken. Tuig op aanzetten en alles op maat maken. Dan gaan we ze zo voor elkaar zetten. Want ik zie bescherming, hoe gevaarlijk is het voor de beesten zelf deze? Nou, niet zo gevaarlijk. Ze hebben peesbeschermers als ze zichzelf raken. Maar het is niet meer dat ze goed warm gereden worden. Net zoals met een voetbalwedstrijd moet je ook een warming-up doen. En die beesten moeten ook een warming-up doen. Dus die spieren moeten goed warm zijn. Dat gaan we nu goed doen. En hoe lang heb je nou een voorbereiding gehad voor dit toernooi? Nou, we waren eigenlijk vanaf de zomer al. Maar elke week ben je ermee bezig. Je kunt het niet laten verslappen. Maar als je verslapt, dan... Dat is net zo goed als je niet in training bent. Ja, dan weet je zelf dat je conditie ook achteruit gaat. En als die beesten ook niet trainen, dan gaat die conditie ook achteruit. En dat willen we niet. Dus je moet het bijhouden. A chance, once in a lifetime. De slogan wordt dat van vanavond. Ja, nou, we gaan kijken hoe goed we het doen. Het is leuk om je te kunnen meten met deze mensen. Die al heel veel gepresteerd hebben. En zo kun je ook zien hoe ver wij zijn. Hè? Het is ook een soort eer voor jullie. Het is een eer, maar je kan ook zeggen van nou, hoe goed zijn we nu eigenlijk. Ja. Of hoe slecht zijn we. Je kan je meten aan de top voor het eerst. Ja,
En hoeveel zit er dan nog aan verschil tussen? Hè? Penalties aan doen wat? Ik ben het parcours aan het verkennen waarvan lijnen we het beste kunnen rijden en waar we op moeten letten. Dus en waar let je al op? Of we binnendoor kunnen, of het sneller is binnendoor of sneller eromheen. Er kan dus verschil in zitten, zeg maar. Dus van D naar E bijvoorbeeld, kun je daar omheen of je kunt hierheen. Dit is een groter risico, maar wel sneller. We gaan hier voor het risico. Spanning? Nou, gezonde spanning. De wedstrijdspanning komt erin nou, dus ja, het gaat goed, lekker. En je ziet de concurrenten nu aan de gang, wat denk je ervan? Ja, ik kom binnen. Ja. Het zijn getrainde paarden, zoals ik kan zien, maar ja, we zullen zien, iedereen kan fouten maken, dus ja, het is maar net hoe goed ken je het parcours. En wat is de vorm van het paard, wat is de vorm van de menner? En dan, ja, als dat allemaal klopt, dan heb je gewoon een goede avond. Nou, laten we hopen dat wij een goede avond hebben. Nou, boven verwachting. In ieder geval niet laatste, dus dat is goed. De eerste ronde hebben we wat behouden gereden, twee balletjes toch. Tweede ronde hebben we alles gegeven, ook twee balletjes. Nou ja, in ieder geval niet laatste, dus ja, leuk gedaan. Maar nummer 1 heeft wel heel veel tijdverschil met ons, dus we moeten nog aardig doortrainen. En wat is er nou fout gegaan dan? Misschien de te snelle korte wendingen, waardoor we te veel aan het zwalken raken en dus een balletje meenemen. Nou, ja, goed. Maar wel een geslaagde avond. Zeer geslaagd. Heel geslaagd.